Laten we ervan geleerd hebben en laten we alsjeblieft ook respectvol met elkaar omleven gaan, ondanks dat soms de tegenstellingen op elkaar anders zijn. Daarom bij deze officieel, mag ik dat zeggen, geopend, ja, de expositie. Bijna 50 jaar geleden kwamen de boeren in Tubbergen in opstand tegen de roofverkavelingsplannen van de provincie. Daarover is nu een expositie te zien in het toenmalige gemeentehuis het Alleraadhoes. Ook stukken die toen vertrouwelijk waren, kunnen nu bekeken en gelezen worden. Kun je heel kort iets over deze expositie uitleggen? We hebben de expositie Boerenopstand. Is ons gevraagd door de gemeente Tubbergen. Na een werkgroepje met Ursula Beckhuis. 3 jaar geleden, samen met Henk, mijn collega, zijn ze ideeën gaan bedenken van hoe gaan we deze gebeurtenis herdenken. En wat gaan we überhaupt doen. Daarop hebben wij het idee bedacht om een expositie te gaan inrichten. En nu 50 jaar later is het zover, hij is er. Waar hebben jullie alle items en alle verhalen vandaan gehaald? Wim Gorhuis is een journalist van Tubantia, heel veel interessante artikelen heeft geschreven. We hebben nationale archieven weten te achterhalen die ingescand zijn, waar heel veel verslagen in staan over de eerste stemming, hoe die verlopen is. De discussies tussen de cultuurtechnische dienst, provincie, overheid, allemaal documenten zijn ook hier zichtbaar, waarin allerlei opmerkingen staan van ja, wel, niet, ben ik voor, ben ik tegen. Dat is heel interessant om te zien. Allemaal dat soort informatie, diverse bronnen. Wat vind je van wat er toen allemaal is gebeurd, van de rellen? Ja, dat was natuurlijk ook wel enorm heftig. Dat is niet zomaar wat. Die mensen waren, of die mensen, de opstandelingen waren echt kwaad. Het ging echt. Het ging tot hun ziel, zeg maar. En als je ziet, je wil wel weten waar dat vandaan kwam. Maar ja, we hebben ook vandaag onder andere Herman Hansen als gast voor de opening. En dat was destijds de tekenaar van het plan van de ruilverkaveling. Die is 15 jaar geleden daar gewoon in de tent belaagd. Nou, die is sinds 50 jaar niet meer hierheen geweest. Dus voor de eerste keer weer dat hij hier is. Dat ben ik vind ik echt heel mooi. En als je dus tegen de wet bent, dan kun je in dus beroep gaan. En dan moet je niet dus zeg maar uitvoerende instellingen die dat moeten doen. Dus zeg maar het Rijk, de provincie, staat boordheer, cultuurtechnische dienst was er toen. Die krijgt de opdracht om het uit te voeren. Moet je niet gaan belagen. Tot wanneer is de expositie? Expositie is gratis, gewoon toegankelijk voor iedereen. Is vanaf vandaag officieel geopend dan tot en met 21 december. En daarna worden alle ruiten ingegooid in het Alleraadhuis. Nee, dat is geintje, dat zeg ik elke keer. Ik hoop, Ruud, dat het niet gebeurt. Dan is het afgelopen, 21 december. Dat is precies 50 jaar geleden.